Welcome to another episode of the Slow Dutch podcast. As you can see, the sun is shining bright. It is going to be spring really, really soon. De lente komt eraan. The spring is coming. So, today, the subject of the podcast is going to be the Dutch sea levels. And sea levels in general a little bit. And how we feel about that and how I grew up thinking about the sea levels. A little extra fact. My podcast episodes have been improved quite a bit. And now you can also read along with some subtitles if you're looking at this on Patreon, of course, or if you're looking at this on YouTube. So if you're on Spotify, don't forget there are other resources for this podcast as well. And if you want to do it a little bit more actively, so you want to read along, that's perfect for you. But if you want to listen passively and just cook in the meantime or something, or bike to your work, I don't know, then that's also fine, of course. Just pick whatever you prefer and have fun. Veel plezier. As always, the setup is going to be like this. First, I'm going to read the story in Dutch very, very slowly. Then I'm going to have the story again, but then sentence for sentence, Dutch and with the English translation, etc. Again and again and again until we're done. And then I'm going over the Dutch text again, a little bit faster, almost at my natural speed. And then you will be able to get much, much more already. And I will also give some context in the meantime about some words. Toen ik 4 jaar oud was, nam ik mijn eerste zwemles. Dat is heel gewoon voor Nederlanders. Iedereen leert op jonge leeftijd te zwemmen. Een belangrijke reden hiervoor is dat er overal water is. Overal. Everywhere. Misschien ken je het spreekwoord: God heeft de wereld gemaakt, maar de Hollanders hebben Holland gemaakt. Dat laatste is zeker waar. Nederland is voor een groot deel gemaakt door mensen, by people. Een stuk land was zee en de mensen bouwden dijken en pompten het land droog. Als je dit vaak herhaalt, krijg je steeds meer land. Op deze manier is bijvoorbeeld in 1918 besloten om Flevoland te creëren. Ik groeide op in een omgeving die ongeveer 4 meter onder de zeespiegel ligt. De zeespiegel. Spiegel means mirror. We call the sea level in Dutch the sea mirror, de zeespiegel. Not entirely sure why though. Dit klinkt bizar voor heel veel buitenlanders. Klinken is to sound. And that's a very, very handy word also for quick responses like, ah, klinkt goed, sounds good. So remember that one. Voor Nederlanders is dit normaal. Dit is bijna nooit een probleem geweest. Behalve in 1953. Behalve in
1953, except for in 1953. Er gebeurde in 1953 een grote ramp, big disaster, een grote ramp in Nederland, omdat de dijken braken. 100.000 mensen waren hun huis kwijt en moesten verhuizen en had to move. Er waren iets minder dan 2.000 doden. Deze ramp heet de watersnoodramp. Water is water, nood is emergency, and ramp is disaster. Maybe if you go by train in the Netherlands, you might see the word noodrem, that is emergency brake. So watersnoodramp, that S is for position, the water emergency disaster. Na deze ramp begon de staat meer en meer te investeren in watermanagement. Nu is Nederland echt een innovator op dit gebied. We hebben alleen één probleem. De zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde. Door het broeikaseffect komt er ook extremer weer. En het water komt. As you heard before, door de opwarming van de aarde, due to, caused by the global warming, en door het broeikaseffect, by the greenhouse effect, door is a caused by, and it's a really nice and easy one. So it's basically, it's a because, but then you would name the cause right after. You don't have to make a whole sentence. So it's quite easy. Ik ga niet door de regen. I'm not going because of the rain. So yeah, it's a little shortcut. That was the text first time. So now we're going to go over it. Dutch English, Dutch English. Let's go. Toen ik 4 jaar oud was, nam ik mijn eerste zwemles. When I was 4 years old, I took my first swimming lesson. Dit is heel gewoon voor Nederlanders. This is very normal or common for the Dutch. Iedereen leert op jonge leeftijd te zwemmen. Everyone learns to swim at a young age. Een belangrijke reden hiervoor is dat er overal water is. An important, belangrijke reason for this is that water is everywhere. Misschien ken je het spreekwoord. Perhaps you know the saying. God heeft de wereld gemaakt, maar de Hollanders hebben Holland gemaakt. God made a world, but the Dutch made Holland. Dat laatste is zeker waar. Nederland is voor een groot deel gemaakt door mensen. The latter is certainly true. The Netherlands is largely made by people. Een stuk land was zee. De mensen bouwden dijken en pompten het land droog. Een stuk land was zee. A piece of land was sea. De mensen bouwden dijken. People built dikes. En pompten het land droog. And pumped the land dry. Als je dit vaak herhaalt, krijg je steeds meer land. If you repeat this often, you will get more and more land.
herhalen, to repeat. Kunt u dat herhalen? Can you repeat that? Op deze manier is bijvoorbeeld in 1918 besloten om Flevoland te creëren. In this way, for example, bijvoorbeeld, it was decided in 1918 to create Flevoland. That is one of our provinces. The one right in the middle. Ik groeide op in een omgeving die ongeveer 4 meter onder de zeespiegel ligt. I grew up in an area about 4 meters below the sea level. Dit klinkt bizar voor heel veel Nederlanders. This sounds bizarre to a lot of foreigners, buitenlanders. Voor Nederlanders is dit heel normaal. For the Dutch, this is very normal. Oh, ja. Yeah. Dit is bijna nooit een probleem geweest. Behalve in 1953. This has almost never, bijna nooit, been a problem. Except in 1953. Er gebeurde in 1953 een grote ramp in Nederland, omdat de dijken braken. A major disaster happened in the Netherlands in 1953, as the dikes broke, or because the dikes broke. 100.000 mensen waren hun huis kwijt en moesten verhuizen. 100.000 people lost their homes and had to move. Er waren iets minder dan 2000 doden. There were just under 2000 deaths. Deze ramp heet de watersnoodramp. This disaster is called the watersnoodramp. Na deze ramp begon de staat meer en meer te investeren in watermanagement. After this disaster, the state began to invest more and more in water management. Nu is Nederland echt een innovator op dit gebied. Now, the Netherlands is really an innovator in this field. We hebben alleen één probleem. We just have one problem. De zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde. The sea levels rise due to global warming. Door het broeikaseffect komt er ook extremer weer. Due to the greenhouse effect, there's also extremer weather coming. En het water komt. And the water is coming. So, that was the text the second time. Now I'll read it one more time in a little bit faster Dutch. And you'll be able to get much, much more. Toen ik 4 jaar oud was, nam ik mijn eerste zwemles. Dit is heel gewoon voor Nederlanders. Iedereen leert op een jonge leeftijd te zwemmen. Een belangrijke reden hiervoor is dat er overal water is. Misschien ken je het spreekwoord. God heeft de wereld gemaakt, maar de Hollanders hebben Holland gemaakt. Dat laatste is zeker waar. Nederland is voor een groot deel gemaakt door mensen. Een stuk land was zee. De mensen bouwden dijken en pompten het land droog. Als je dit vaak herhaalt, krijg je steeds meer land. Op deze manier is bijvoorbeeld in 1918 besloten om Flevoland te creëren. Ik groeide op in een omgeving die ongeveer 4 meter onder de zeespiegel ligt. Dit klinkt heel bizar voor heel veel buitenlanders.
Voor Nederlanders is dit normaal. Dit is bijna nooit een probleem geweest, behalve in 1953. Er gebeurde in 1953 een grote ramp in Nederland, omdat de dijken braken. 100.000 mensen waren hun huis kwijt en moesten verhuizen. Er waren iets minder dan 2000 doden. Deze ramp heet de watersnoodramp. Heten is de verb voor to be called. Remember that. Na deze ramp begon de staat meer en meer te investeren in watermanagement. Nu is Nederland echt een innovator op dit gebied. We hebben alleen één probleem. De zeespiegel stijgt door de opwarming van de aarde. Door het broeikaseffect komt er ook extremer weer. En het water komt. If you want to look up, if you live in the Netherlands, of course, how far you live below sea level, well, definitely do that. You will probably be a bit shocked. And well, I grew up really in a part of the Netherlands that that's quite far below the sea level. So odds are you live less than 4 meters below sea level. Also, there was this open letter written by Rutger Bregman. Yeah, say that name again. An open letter written to all the Dutch people about the water that is coming. Het water komt. I also recommend that if you are at a bit of a higher level of Dutch, then you can read it in Dutch. Otherwise, you can also just translate it. It's pretty interesting. That was this episode again. Thank you so much for listening. Don't forget to subscribe and recommend this podcast to your friends. Everyone should learn Dutch when you live in the Netherlands. Or if you're interested outside of the Netherlands, it's just a very nice skill. And it shows that you're really trying. You probably know foreigners in your own country and you're probably endeared when they want to learn your language. So yeah, share it with your friends, your expat friends. So again, thank you so much for listening and I will see you in the next episode. Bye bye. Doei.